Ik zou best nog een keertje zo willen juichen als ik daarmee dus weer een doelpuntje maak. Dat was ook nog wennen. Ik wist niet hoe ik moest juichen, maar ik deed ook maar wat. Dit was de eerste voor Utrecht en wij wonnen die wedstrijd. Dus dat, deze wedstrijd weet ik nog steeds. Ja, als je dan toch een goal maakt, is het wel lekker als die de bovenhoek ingaat. Snelle reactie, mooi. Ik wou nog bijna mijn shirt uittrekken, maar ja, dat is, ik denk, emoties die je niet binnen kan houden. Dit soort wedstrijden, ja, dat is gewoon geweldig. Hè? En, dit geeft wel, wel weer een gevoel van, hey, dat scoren, dat geeft toch wel iets van binnen, wel een euforisch gevoel. Zulke momenten vergeet je gewoon nooit. Vooral als je eerste eredivisie doelpunt is. Het blijft natuurlijk ook speciaal dat het maar eentje was. Dan is het wat makkelijker bij te houden. Ik heb er ook inderdaad echt van genoten. En ik ben er ook heel trots op natuurlijk. In de historie van FC Utrecht zijn er meer dan 200 spelers die gescoord hebben voor de club. Voor een aantal daarvan was dat een bijzonderheid, doordat het bij die ene unieke treffer bleef. In deze special gaan we langs bij 6 oudspelers van de club uit verschillende jaren, die 1 keer het doel voor de Utrechters wisten te vinden. Kom maar Eli, maak tempo, kom maar. Loopacties. En afronden. Ja, snel, om het veld. Loop zo die kant, boys. Nog eentje aan de overkant, boys. Maakt niks uit wie het is. Kom maar. Goed. Ja, Eli, na je paas doorbewegen. Niet stil blijven staan. Kom maar, Sota. Kom aan. Ik hou gewoon ervan om met kinderen te werken, omdat ja, het levert me plezier op. Ik denk dat dat ook altijd wel mijn kracht is geweest. Het 1-tegen-1 situatie uitspelen van de tegenstander. Dus daar als aanvaller zijn, dat is wel echt mijn ding, ja. Ja. Want in die kleine ruimte, dat is voor die kinderen, die moeten daar natuurlijk ook een beetje enthousiast in maken. Nee, precies. Ja. Je moet het wel echt goed meebrengen met ze, willen ze het goed uitvoeren. Want anders raak je de groep toch wel kwijt in dat opzicht, ja. Met vol enthousiasme en gedrevenheid traint oud-FC Utrechter Rafael Uiterlo tegenwoordig kinderen bij de Nordin Woter Academy. In het seizoen 2008-2009 verhuisde hij als 17-jarig talent vanuit de jeugdopleiding van Ajax naar FC Utrecht. Het seizoen begon met een thuiswedstrijd tegen PSV. Ik speelde volgens mij nog eerste wedstrijd met de onder-19. En toen werd ik opgeroepen. Toen dacht ik, ik ging naar het stadion. Toen dacht ik van ja, ik ga op de bank zitten. Het komt wel goed. En toen liep Van Hanegem mij met Leroy George, overigens een goede vriend van mij nog. Die liep ons naar het kantoortje toe van hem. En toen zei hij, jullie twee gaan samen in de spits in de basis spelen. En dan was het even naar adem zoeken. En ook in het begin dat je het veld oploopt, dan zie je wat 25.000 man in het Utrechtstadion. Ik weet niet hoeveel erin gaan, maar iets ongeveer van dat. En zenuwachtig. Maar daarna, als de wedstrijd begint, dan gaan die zenuwen toch automatisch weg. Opletten, man. Gezicht die kant op, Navarro. Die kant op daar. Wie komt achter Navarro? Even, achter Navarro. Let op, Eli. Je gaat straks dribbelen. Om de blauwe pion heen. Willem van Hanegem, de grote Willem van Hanegem die jouw contact had. Ja, hij was echt onder de indruk van mij, dus vandaar. En jij misschien ook wel een beetje onder de indruk van hem? Zeker. Dat was een hele speciale man, heel aardig. Een beetje als een opa figuur. Ja? Dat was het meer, ja. Is hij zo naar een jonge speler die voor het eerst... Ja, naar mij toe zeker. Hij maakte me nooit af op het veld. Als hij me iets duidelijk wou maken, dan was het altijd, nam hij me altijd apart en dan legde hij uit wat ik beter kon doen. Dus het was echt zo, slaat je armen om je heen en dan vertelt hij wat je fout doet. Het duel met de Eindhovenaren werd 1 grote teleurstelling. Er stond na 90 minuten 0-5 op het scorebord. In blessuretijd kreeg de ploeg uit de Domstad nog 1 vrije trap. En het is niet gegund, maar het is wel een doelpunt van een debutant. Ja. Toch, ik denk, een van de mooiste momenten uit mijn carrière. Als je scoort en je bent 17 jaar, ja, de uitslag was sowieso niet, was geen mooie uitslag. Maar ik denk dat het toch wel een hoogtepunt voor je is uit je carrière als je zo jong bent. Ja. Patrick van Diemen maakte in 1990 zijn debuut in de eredivisie bij FC Utrecht. Na 18 jaar betaald voetbal te hebben gespeeld,
richtte de oud-middenvelder zich op begeleiden van spelers bij de spelersvakbond VVCS. Ja, het leek mij leuk om na mijn actieve carrière aan de andere kant te zitten. Dus of in het vak als technisch directeur of in dit geval spelersbegeleider. Wat trek jou daarin? Met name het begeleiden van de spelers in de ruimste zin des woords. Je probeert ze sportief te begeleiden, je eigen ervaringen te delen. En zeker in de langdurige trajecten worden spelers onrustig, want die willen zo snel mogelijk door en terecht. Ja, dan is het aan mij en mijn collega's om in ieder geval aan te geven van hey, dit kan je verwachten, rustig aan, dit zal de vervolgstap zijn. En uiteindelijk moeten ze het vertrouwen hebben dat de deal rond gaat komen. In de afgelopen jaren heeft de oud-Utrechter gemerkt dat de transfermarkt op veel gebieden is veranderd. Ik denk dat het met name een stuk agressiever is geworden in de benadering van de spelers. Er zijn heel veel partijen op de markt. Die willen allemaal de beste spelers begeleiden. Dus er is enorm veel concurrentie. En ja, dat heb ik wel zien veranderen. En ja, dat betekent ook dat spelers eerder geneigd zijn over te stappen. Dus de loyaliteit is ook wel minder geworden. Rond het beroep van zaakwaarnemer hangt een niet al te best imago. De spelersbegeleiders worden wel eens verweten geldwolven te zijn. Ik moet zeggen, op het moment dat ik op verjaardagen of feestjes zeg dat ik zaakwaarnemer ben, dan gaan de handjes niet op elkaar. Ik denk dat het niet terecht is. En zeker als ik kijk naar onze organisatie. Ja, wij hebben maar één belang en dat het de speler goed gaat. Dus ik denk wel dat onze filosofie wat anders is dan van de meeste kantoren. En natuurlijk, er moet geld verdiend worden, mag ook geld verdiend worden. Maar het belang van de speler staat in mijn optiek altijd voorop. Je moet zorgen dat de speler een goed contract krijgt, dat hij zich sportief goed kan ontwikkelen, want dan komt de rest vanzelf. Smollerik, goede beweging. En het doelpunt. Een doelpunt gescoord door Patrick van Diemen. En er is al heel snel binnen een minuut. Ja, geweldig om die oude beelden te zien. Die, ik moet zeggen, hij zat er wel lekker in. Nee, Flody Smollarek die de voorzet geeft. Een bal wordt afgeslagen en buiten de 16 schiet ik hem in de goal. Maar ja, met name mooi als je die mannen weer ziet waar je vroeger mee hebt gespeeld. Komt sommigen nog wel tegen. Allemaal een jaartje ouder geworden, dan, ja, dan is dit hartstikke leuk. Mooi paasje. Ja, ja, ja. Hele mooie paas van Diemen. Smollarek, buitenkant goed gedraaid. En een 3-0 voorsprong voor FC Utrecht. Ditmaal is het omgekeerd het geval bij de eerste goal. Ditmaal was er van Diemen. En die bediende Smollarek. Dat toch wel een heel verrassende grote voorsprong. Ja, met name Flody Smollarek. Die kwam naar me toe en dat vond ik wel super gaaf. Ja, helaas is hij een aantal jaar geleden overleden, maar dat staat mij nog wel heel goed bij toen ik bij de eerste selectie van Utrecht kwam. Ik was net 18 en de eerste training, ja, Flody was echt gewoon, ja, dat was gewoon de vedette bij ons. We hadden alles al meegemaakt, WK gespeeld. En de eerste oefening zei hij, Patrick, jij komt bij mij. En ja, dat zal ik nooit vergeten en ook gedurende de periode dat ik met hem samen mocht voetballen. Had hij altijd tips van ja, hoe kan je nou het beste met je lichaam omgaan? Hoe kan je jezelf het beste verzorgen? Dag na de wedstrijd. Flody was al de eerste die ijsbaden nam. Nou, pas later werd dat gemeengoed in het betaalde voetbal. Allemaal kleine dingetjes waar ik eigenlijk in mijn carrière, ik heb zelf toch ook denk 18 jaar betaald voetbal gespeeld, dus best wel lang, heel veel profijt van heb gehad. En dat staat me heel erg bij. En als ik dit dan weer zie dat hij de voorzet geeft, ja, is dat wel hartstikke mooi. Oud-Utrechter Rodney Antwi voetbalt op dit moment bij het Egyptische Wadi Degla. In 2019, toen de oud-aanvaller nog onder contract stond bij Volendam, spraken we hem over dat ene grote hoogtepunt bij FC Utrecht. Ja, ik heb toch al jarenlang bij FC Utrecht gespeeld. En voetbal is gewoon wat ik vanaf kleins af aan heb gedaan. En ik vind het echt gewoon leuk om te voetballen. Het is gewoon echt mijn passie. Ja, 24 augustus. Ja, mocht ik mee tegen Feyenoord uit en ik zat op de bank. De trainer zei, ik was van eerst van plan te gaan spelen, maar de trainer zei toch na de laatste training van je begint toch wel op de bank. Vond ik balen natuurlijk, maar alsnog, je mag als jongboy gewoon mee naar Feyenoord uit. En Oor gaat nu naar rechts en die Antwi zal wel naar links gaan. Ik weet nog dat ik naar binnen sprintte. Nu?
kwam ik Van de Beek nog tegen. Ik heb even een setje. Ja, Utrecht leidt en het is de invaller. Ja, het schoot ik hem gewoon in en ik wist niet eens hoe ik moest juichen. Ik ging maar rennen, sprinten. En ja, dat is echt een mooi moment. Goed gegeven. En dan was die nieuweling efficiënt. Ja, ik scoorde in de Kuip. Het mooiste moment. Het is echt een heel mooi moment. We zijn bij oudspeler Robert Wijnands, die tussen 1991 en 1995 voor de FC Utrechters in actie kwam. De oud-verdediger heeft niet alleen als speler een geschiedenis, want hij is nu al zo'n 15 jaar actief als trainer in de jeugdopleiding. Dit seizoen traint hij de onder 18 van FC Utrecht. Het is hartstikke leuk om met die gasten te werken. Leergierig, je kan ze nog een beetje kneden. Maar uiteindelijk moet die stap richting jong en het eerste. Die moet wel zo zijn dat ze die ook kunnen maken en dat het ook klein is. Alleen ja, goed, dan heb je nog genoeg te doen om uiteindelijk ook daadwerkelijk die stap te kunnen maken om volledig een basisspeler te worden. Het zij bij jong of richting het eerste elftal. Vooruit. Juist, Kimani. Laat jullie. Sluit je weg, we mag niet meer uit. Nog een keer. Ik denk wel dat ik wel weet wat er gevraagd wordt. Ook gezien mijn eigen verleden als speler. Ik weet hoe de opleiding graag wil werken. Ik ken de cultuur van de club en ook de DNA daarvan. Dan probeer je jongens naar een goed niveau te brengen. En ieder vanuit zijn eigen positie, maar ook ieder vanuit zijn eigen persoonlijkheid. Ik denk dat we dat heel goed doen, ook in samenwerking met de Talentacademie. Dat we jongens moeten gaan klaarstomen daarvoor. Ja, want je merkt nog wel eens dat jeugdtrainers op een gegeven moment na verloop van jaren iets anders gaan doen, andere stap. Maar dat jij al zo lang bij de jeugd zit, dat zegt natuurlijk ook wel wat. Dat zegt heel veel. Dat geeft ook wel aan hoe ik zelf erin sta ook. Natuurlijk heb ik ook een bepaalde ambitie en natuurlijk wil je overal naar boven. Ik heb niet zozeer de ambitie om echt hoofdtrainer te zijn, maar ik denk wel dat ik een rol kan vervullen. Die jongens die een beetje tussen het eerste of jong invallen, om die daar op een goede manier te begeleiden. Maar zoals het nu ook gaat binnen de jeugd, ja, bevalt me ook hartstikke goed. Maar ja, wat ik al zeg, mijn ambitie is ook alleen maar een hogere richting het eerste helft dan jong. Ja, en misschien ontwikkelen die talenten zich wel met jou mee uiteindelijk naar boven. Nou ja, hopelijk wel. Maar uiteindelijk hoop ik ook dat ze zelf ook het besef krijgen wat ze ervoor moeten doen. Het is niet alleen maar vanuit het trainen. Ze moeten ook zelf gaan nadenken. Ja, wat moet ik er nou echt voor doen om te willen slagen als profvoetballer? En dat moet niet alleen maar vanuit een trainer komen. Dus ja, ik hoop dat ze er zelf ook veel meer over na gaan denken. Waardoor het voor mij ook wat makkelijker wordt om zo'n speler daarin te benaderen. Vierklauw. Dat leek een overtreding. Verhagen. En die moet oppassen. Verhagen verspeelt die bal. En dan wordt het 1-2 door het doelpunt van Wijnands. Robert Wijnands, de jonge speler van Utrecht, pas 20 jaar oud. Nou, duidelijk. Ja, mooi beeld. Ja, ik snap waarom je mij niet herkent. Dat heeft waarschijnlijk met mijn bos krullen te maken die ik toen had. Normaal zou niemand op zo'n bal gaan lopen en ik had zoiets, weet je, lekker gaan en ik weer zien wel waar het komt. Uiteindelijk is het ook een stukje geluk, want die centrale verdedigende vragen, die maakt een behoorlijke fout. Maar ja, goed, ik kon mijn lichaam er nog goed tussen zetten en de bal van zijn voet afhalen. Ja, en dan maak je die doelpunt. Het leuke hierbij is nog wel dat Roland Jansen de keeper was, de fysio van Jong Utrecht, waar ik dat doelpunt maakte. Dus dat zal hij wel minder prettig vinden. Dan kan de inzet van Robert Wijnands niet keren. Utrecht komt hier in Tilburg op een 2-1 voorsprong. Ik liep wel weg, alleen op het moment dat ik eigenlijk wou omdraaien, gleed ik weg. Ik had waarschijnlijk te veel gras onder mijn voetbalschoenen zitten. Ik lag al op de grond, maar in vermoeidheid kon ik niet eens meer opstaan, dus ik juichte maar op de grond. Voor het wist lagen er al 4-5 bij me, dus dat is ook wel weer mooi. Ik denk dat zelden een linksback zoveel kansen krijgt om te scoren in een wedstrijd. Want op een gegeven moment schoot ik ook nog een keertje met rechts over de grond. Terwijl de keeper volgens mij ook uit de goal was. Speelde ik tegen een tegenstander nog aan. Maar als het inderdaad een wedstrijd was, dan moest het deze wel zijn. Duplan slingert hem voor. Goed verlengd doelpunt. Hardenveld maakt hem en het staat 6-1. Eerste paal lopen, ja. Volgens mij...
kregen onze spits toen ook wel wat te horen. Dat, dat de spitstrainer tegen hem had gezegd van hoezo stond jij daar niet. En dat had jij moeten zijn als spits. Jij moet naar de eerste paal. Dus wat dat betreft een spitse goal, ja. Ja, maar ook fantastische techniek ook. Je komt naar die eerste paal en met links zo, hoep, verre hoek in. Ja, kijk. Ik moet zeggen, dat gaat niet heel bewust allemaal natuurlijk. Dat is meer gewoon, je loopt er gewoon op af en je probeert hem nog aan te raken en te verlengen. En dat hij zo binnenvalt, dat is wel extra lekker. Ja, ja want die bal zie je binnenvliegen en in een split second doe je dan maar wat met je arm of zo. Ja. Ja, klopt. Ja, ik deed inderdaad mijn arm in de lucht. Het leek meer uiteindelijk op een propeller of zo wat ik aan het doen was dan wat ik volgens mij in gedachten had. Maar dat maakt ook niet heel veel uit. Hij zat erin. Jeff Hardeveld wordt in 2014 als linksback binnengehaald bij FC Utrecht. Mede door een aantal zware kruisbandblessures was zijn periode in de Domstad niet de meest succesvolle. Die blessures zijn nooit leuk. Maar breng je ook weer andere dingen om je op te focussen en fit te worden. En ik voel me nu ook wel gewoon fitter dan ooit. Je weet waar je het voor doet. En je wilt gewoon weer dat gevoel hebben dat je inderdaad gewoon hier op het veld staat met de gasten. En de wedstrijden kan spelen. En je gewoon weer voetballer voelt. En dat gaat nu gewoon al een aantal jaar goed. Dus dat is voor mij ook helemaal geen issue meer of iets of waar ik eigenlijk over nadenk. Ik ben gewoon nu gewoon fit. Hardeveld is in Almelo begonnen aan zijn vierde seizoen. De nog altijd jonge linkervleugelverdediger krijgt in het oosten van het land alle ruimte om zich verder te ontwikkelen. Ja, het grootste voorbeeld voor Heracles is natuurlijk Robin Gosens, die nu bij het Duitse nationale elftal zit. Ik bedoel, ja. Veel beter dan dat ga je ze niet krijgen, denk ik, qua reclame. En dat is ook waar zo'n club van Heracles, als Heracles het van moet hebben. Om gewoon spelers op te leiden en eigenlijk ook gewoon weer verkopen. En dan staat er ook vaak altijd wel weer iemand op of hebben ze gewoon iemand goed gescout die er daarna weer er staat. Ja, wij weten ook dat Heracles een prachtige club voor jou, maar dat is niet jouw eindpodium, denk ik. Ja, dankjewel. Ja. Ik hoop het niet, nee. Ja, daarom, kijk, die blessures hebben wat dat betreft een beetje roet in het eten gegooid. Dat het wat vertraging heeft opgeleverd. Maar ja, ik hoop wel dat ik me gewoon zo kan ontwikkelen. Inderdaad, om nog een stap hoger op te gaan maken. Ja, dat is wel iets wat ik ambieer, zeker. Ik ben vooral dan bezig met de relatie die we hebben met onze samenwerkende clubs. Wij noemen ze de regionale amateurclubs, de RACs. En ik moet ervoor zorgen dat die clubs dicht bij ons blijven en dat wij goed contact met ze onderhouden, zodat zij goed weten wat wij hier doen, wij weten wat zij doen en dat we ze helpen met ontwikkelen. Want als wij hun kunnen helpen, dan kunnen zij ons uiteindelijk ook allemaal helpen met onze ontwikkeling. We zouden het natuurlijk prettig vinden als de spelers hier uit regio Utrecht ook daadwerkelijk bij FC Utrecht komen spelen als het toptalenten zijn. En doordat de clubs bij ons een kijkje in de keuken hebben, weten ze hoe wij hier met onze talenten omgaan. En hopen we ook dat ze het ons meer gunnen dan onze concurrenten uit Rotterdam of Eindhoven of Amsterdam. En dat zij zoiets hebben van, ja weet je, als die speler naar FC Utrecht gaat, hebben wij er ook een heel goed gevoel bij. Dat is natuurlijk een hele mooie bijkomstigheid als dat zover is. Oudspeler Bas van der Brink is op dit moment actief als coördinator scouting en manager RAC. Maar in het seizoen 2003-2004 stond hij zelf op het veld bij de Utrechters. In de rust, tijdens het duel met sportclub Heerenveen, gebeurt er iets merkwaardigs. Het grappige was dat ik toen in de rust zat, in de kleedkamer. Me te bedenken wat ik zou doen als ik zou scoren. Alsof ik zo vaak scoorde. Ik weet ook niet waarom ik dat op dat moment dacht. Ja, daar had ik uiteindelijk niet meer het besef of het de rust voor om dat te doen. Alleen een ouderwets juichje in de lucht, bij wijze van spreken. En zo is de tweede helft nu al veel aantrekkelijker dan de hele eerste. Sterker nog, ja, heel erg leuk. Het wordt zelfs 2-0 door Van der Brink. De blonde haardos. Ja. Ja, die is er nog steeds wel een beetje gelukkig. Ja, hey, ik vond het wel heel erg leuk om in ieder geval dat mee te kunnen maken. Dat was bijna een soort voorteken dan.
Ja, daarom. Het was echt wel heel grappig dat ik dat in de kleedkamer dacht van wat zou ik doen als ik score? Ja, toen dacht ik ook, ja, alsof ik score. Maar dus die ene keer wel had ik misschien vaker moeten denken de rest. Joost die gaf hem voor. Joost Broes is natuurlijk nu ook collega van ons. Dus wat dat betreft is dat wel leuk dat je elkaar weer tegenkomt. Hij zal niet zo vaak meer een bal voorzetten, maar dat was wel heel erg leuk. Want wij waren toen ook vaak kamergenootjes als we of trainingskamp of Europese wedstrijden hadden. Staat ook met elkaar op de kamer, dus dan is het even extra leuk als je nog een voorzet en een doelpunt samen hebt. En zo komt er een einde aan een buitengewoon moeizame wedstrijd voor twee ploegen die werden geplaagd door blessures. Die ploeterden door de eerste helft en boven kwamen drijven in de tweede. Maar Tange en Van der Brink maakten het verschil voor Utrecht. We hadden 2-1 gewonnen, dus het was wel nodig om te scoren om te winnen. Dus dan zijn ze daar blij mee, je teamgenoten, gewoon het feit dat je met elkaar wint. Ik denk dat er niemand toen naar me toe is gekomen van, hé, god, dit was jouw eerste en tevens waarschijnlijk laatste. Zo hadden ze dat niet benoemd, nee. Nee, dus ja, ik weet niet, we leven allemaal dan echt op dat moment. En winnen is het belangrijkste wat er is op zo'n dag, dus daar ben je vooral mee bezig.